De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een man aangehouden in verband met een schietincident aan het Tripolihof in Rotterdam-Alexander. Bewoners aan de Varna-Singel hoorden net na middernacht een aantal schoten en een ruzie. De gealarmeerde politie ging een kijkje nemen en kwam een man tegen. Hij beweerde tegenover de politie dat hij zou zijn overvallen. De politiehelikopter heeft vervolgens een zoekactie uitgevoerd om de mogelijke overvallers op te sporen. De man is wel aangehouden door de politie, dit omdat zij vermoeden dat hij wel eens de schutter zou kunnen zijn. Op straat vond men in een steegje een kogelhuls. De politie sluit niet uit dat de verdachte en de twee vermeende overvallers uit het criminele milieu komen.